Ik ben Ilse van de Fits. Ik werk als leerkracht op een openbare basisschool in Haarlem. En in die functie ben ik ook intermediair voor Jeugdsportfonds. Als intermediair op een school heb je eigenlijk de taak dat je de kinderen die willen sporten, dat je die mee helpt met de aanvraag doen met Jeugdsportfonds. Er hangen posters in de gang. Wil je sporten en kun je het niet betalen, ga naar juf Ilse. Kinderen die niet mee kunnen doen, die kunnen dus hun verhaal op maandagochtend niet kwijt. Ik denk dat het een hele belangrijke is als je een gesprek hebt van hoe was je weekend of hoe heb je gevoetbald. Dat het natuurlijk eigenlijk wel heel erg belangrijk is voor je zelfvertrouwen, maar ook het praten erover. Het leren samenwerken, het met elkaar winst en verlies, vooral ook verlies kunnen delen. Ik heb wel een voorbeeld van een meisje wat eerst een beetje zoekende was en het allemaal niet zo goed wist. En uiteindelijk, heel stoer, is naar de hockey gegaan. En die is daar heel blij van geworden en dat is echt een sport voor haar gebleken. Ik denk dat het belangrijk is dat het nog meer onder de aandacht gebracht wordt. En dat mensen inderdaad dat taboe en dat gevoel van oh, dat geldt niet voor mij, dat ze dat kunnen laten varen. Dus dat er heel positief mee omgegaan wordt. En dat er nog meer kinderen kunnen sporten. Want ook in Haarlem zijn er nog veel meer kinderen die kunnen sporten, maar toch nog niet zo goed weten of niet zo goed durven aan te vragen.